Ik rij hier op de Col d'Alos en ik vind het doodeng. Het is hartstikke smal. Deze col die schijnt pas 3 dagen open te zijn. En ik had al gekeken naar een plek om te keren. Om terug te gaan, andere weg te nemen naar het zuiden. Ik voel me echt niet op mijn gemak. Ik hoop niet op tegenliggers. Boven schijnt veel sneeuw te liggen. Jezus Mina, waar ben ik aan begonnen? Ik ben maar even uitgestapt om hier langs een stukje sneeuw te lopen. Boven op de top schijnen links-rechts van de weg lagen te liggen van 3 meter hoog. Er ging net een camper naar beneden. Die heb ik even aangehouden en gevraagd of het te doen is. Nou, je moet niet aan de kant van het ravijn staan als er een wagen passeert. Ik moest zelfs al mijn zijspiegel net inklappen om een wagen te kunnen laten passeren. Jeetje, wat is dat hier smal. Doodeng. Echt wat verhengt met hoogtevrees. Het is nog 4 kilometer naar de top en ik moet nog 500 meter stijgen. En je vraagt je wel eens af waar een mens aan begint. Dat doe ik nu al de hele tijd. Dit is toch niet te geloven? Wat een sneeuw, dat is mooi. Waarom maken ze zo'n weg zo smal? Dat begrijp ik niet. Er zitten hier marmotten. Leuk. Een castor. Ik zag hem over de weg rollen. Maar goed, die is al weg voor mij. Het wordt nog erger. Met de tour moeten ze hier overheen fietsen. Ook een leuke bezigheid. Naar beneden gaat wel. Alhoewel, je moet wel de bochten goed in de gaten houden. En het zijn er heel wat. Nog 1,5 kilometer, dan ben ik op de top. Nou, dat vind ik toch een prestatie van mezelf. Maar ik geef mezelf geen schouderklopje als moet ik het stuur loslaten. Ik vind er heel wat dat ik dit film. Hier zullen ze even stoppen om van het uitzicht te genieten. Schitterend. En smal. Allemaal te smal. Kijk eens wat een sneeuwranden. Prachtig is dit. Echt genieten. Maar of ik dit ooit een tweede keer doe, ik denk het niet. Nou, Henk heeft het voor elkaar gekregen. Ik sta hier op de top. Het is echt fantastisch mooi. En ik ben erg blij dat ik dit gedaan heb. Ja, de moeite waard. Over de top. En nu rustig aan afdalen. Kijk eens, dit is toch mooi. Dit is toch mooi. Nou, maar hopen dat er geen boomstammelwagen naar boven moet. Die kom ik altijd tegen. Even om de hoek loeren. Even kijken. Nee. Nee. Boffen. Geen tegenliggers. Ja, Elise. Ik had het je graag laten zien. Dit mis jij. En nog veel meer. Even oppassen voor de motoren die hier aan komen zeilen. Even rustig, waar zitten jullie jongens? Oh ja, daar zijn ze. Daar zijn ze. Ja, en nog één. Ja, nu gaat het naar beneden, naar het plaatsje Alos. De bergen blijven schitterend. Zo, even de camera losmaken om die haarspelbocht te kunnen nemen. Kijk eens, wat een witte pracht. Hoppakee. Waar is die wagen gebleven? Kwam er toch eentje aan? Nee. Voor de bocht kan ik hem wel even filmen, in de bocht niet. Het is wel lekker dat je hier een eind vooruit kan kijken over de weg, naar links. Dat je kan zien of er tegenliggers zijn. Net met die spiegels tegen elkaar, daar was ik niet blij mee. Wat een crisis. Hebben ze hier geen geld voor een vangrail?